In het plaatsje Sommières is het op zaterdag marktdag. Gezien het prachtige weer en de parkeerproblemen die op dat soort dagen ter plekke ontstaan, maken we als vervoermiddel gebruik van de fiets. De oude brug in Sommières werd in de eerste eeuw gebouwd onder keizer Tiberius en is de belangrijkste toegang tot het centrum van Sommières. De brug overspant de rivier de Vidourle, die doorgaans rustig kabbelt, maar ook snel tot grote hoogte kan stijgen. Meetpunten in het zeker voor water vrij toegankelijke centrum geven hier dan ook de hoogst gemeten waterstanden aan. De markt in Sommières is zoals een markt hoort te zijn. Levendig, druk, veel aanbod op pleinen, in straatjes, onder de arcaden en natuurlijk zijn er veel terrasjes. Vanaf de middeleeuwen is de stad al beroemd vanwege fabricage van lederwaren, wollen stoffen, aromatische essences en om haar markten. De rijke herenhuizen in het centrum zijn hiervan nog steeds de stille getuigen. Traditie tijdens deze markt is het eten van verse oesters, met daarbij een glas witte wijn. Van dat ludieke gebeuren maken veel mensen gebruik en het ziet er echt heel gezellig uit. Ondanks de warmte beklimmen we ook nog de trappen naar de hooggelegen kerk en burcht van de plaats. Van de burcht is niet veel meer over, maar de 25 meter hoge vierkante toren, die staat er nog steeds stoer bij. Het panorama over de omgeving en rode daken van de stad is trouwens erg mooi. Dat vond ook de beroemde schrijver Laurens Durel. Hij woonde tot zijn dood in 1990 in Sommières en schreef in mooie woorden: "Ik moet toegeven dat ik niets mooiers heb gezien dan Sommières." Met die woorden in gedachten en met zicht op de oude brug worden de dorstige kelen nog even voorzien van de nodige vocht voor een bijzonder warme terugtocht naar Crespillon.